je beetje lief, hè? Ja. Wees maar blij dat je binnen bent, hoor. Want dan zijn we lekker aan het afknallen buiten. Moet natuurlijk allemaal weer op. Ja. Een hele goede middag. Ja, ik ben... Ik hoop dat jullie mij zien. En anders maar niet. Jullie horen me wel. Ik ben met koffie bezig, ja. Ik zal meteen even de boodschapjes doen. Want ja, er moet wel weer eventjes... vooral... voor de poezenbeetjes moet weer eten komen. Ja. Dat moet wel even gebeuren. Ja, ja. Dat, en even wat op de post doen moet ik nog. Ja. Gaan we ook nog even doen. En dan komt het allemaal vanzelf alweer goed. Dus dan moet mijn hondje weer even de kap om. Ja, anders gaat hij zijn eigen weer bijten. Dat willen we niet hebben. Nee. Dat, ja, het is, ja, ik wil niet zeggen dat de zon schijnt, want die schijnt helemaal niet. Althans, die is niet aanwezig, laat ik het zo zeggen. Het is wel triest, maar het is toch rustig weer. Ja. Dat vernam ik daarnet, wat ik eventjes het vuil weggooide. Het is rustig weer, het is lekker. Nou, dat wil je toch het liefst hebben. Mijn camera staat denk ik niet goed. Zo dan, staat hij zo goed? Ja, ik hoop het. Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik hoop dat jullie van jullie dag kunnen genieten. En degene die aan het werk zijn, veel werkplezier. Ja, nog even, we mogen er alweer naar huis. Want het is mijn horloge 3:04. Ja. En drink mijn koffie op en dan ga ik ook eventjes weg. Dus ja. Maar het is nou nog te heet. Dus het duurt nog eventjes voordat ik vertrek. Maar ja, de winkels die zijn toch wel open. Het is door de week. Het is gewoon een normale dag. We gaan gewoon weer door. Na 6 januari, dan ga ik ook de spullen hier weer wat hier en daar opruimen. Ik begin buiten. Dan is dat weg. En dan binnen in huis. Ja, dat zal ook wel weer langzaam gaan. Iedere dag een beetje. Het is wanneer mijn lichaam zegt van je kan het doen. Ja, maar dat komt goed hoor. Ja, net als met versieren komt het ook wel weer goed met afhalen. Enkel, ik wacht altijd keurig netjes tot de drie koningen ook geweest zijn. Ja, daar behoor je op te wachten, vind ik, als een goed christen zijnde. En dat ben ik. Dus het heeft niks met katholiek te maken hoor. Nee, want de drie koningen die komen pas op 6 januari bij het kindje Jezus. Dus ja, moet je daar toch op wachten? Dat hoort er allemaal nog bij het kerstfeest, bij het nieuwjaar en alles. Dat hoort allemaal bij elkaar. Ik heb al uit de gein gezegd, ik geloof dat ik het maar zo laat. Maar ja, wat zo vieze vet. Nee, doen we maar niet. We halen het gewoon wel weer keurig netjes weg. Enkel de takken laat ik wel weer hangen, ja. Die laat ik hangen. Brengt toch een klein beetje gezelligheid. En ik bedoel, we zeggen een kerstboom. Maar het is eigenlijk een dennenboom, want het is een den. Of een blauwe spar, maar... Ga je de bosje neer, vind je ze toch ook? Dus een boom op zich, die bomen die hebben er niks mee te maken. Het heeft met de versiering te maken. De boom kan er niks aan doen dat de wijzigen ervoor gebruiken. Nee. Ze vinden het helemaal niet leuk als ze konden praten. Maar ja, oké. Lieve vrienden, ik spreek jullie later. Hey, meisje. Goedemorgen. Hier nog een, goedemorgen. Ja, het is woensdag. En ik kon er net zoeken naar mijn container. Die is vanochtend vroeg al geleegd. Kom dan, kom maar. Nee? Tada. Dat ze liggen daar ginder helemaal. En ze dwalen gewoon over de weg heen. Nou, het is abnormaal. Ik kreeg hem amper te pakken ook. Ik kon hem amper vinden.
Dat, ja, eigenlijk heb ik hem bijna nog niet eens. Want bijna, die was zoek. Want ik weet wat voor een deksel erop zit. En er waren er meerdere met zo'n deksel. Maar die voor mij juist weer net niet te vinden met ons huisnummer erop. Ik kom dan. Eens twee, kom dan. Zo ja. Ze moest een setje hebben. Ja, je kan nou niet zien, want het is daar op die hoek, laat me zeggen. En het wijlt allemaal richting de parkeertrein, dus tegen de auto's op. En ja. Hé, hey, hondje van me. Hé, hey, mijn hondje. Hé, hey, jij. Het is rot weer, hè, schat. Jij. Ja, liefie. Ja. Het is niet weer om een hondje te laten, zeg maar. Want je waait zelf wat weg. En je hond erbij. Ja. Ik ben weer koffie bezig, zoals jullie misschien wel horen. Oh, maar... En het is ook nog koud. Ja. En ik heb nooit geen capuchon op. Nou, mijn haar zal wel weer abnormaal zitten. Moet ik nog maar kijken. Ja, natuurlijk. Ik wil koffie maken, maar dan moet je wel koffie in je koppie doen, hè? Ja, dat was flink, dacht ik. Ik had heet water, hoeft voor mij niet. Jongen, nog wat toe. Hé, zo. Zo, en dan kan ik zeggen, toen was de koffie, maar dan moet ik wel even roeren wat ik normaal anders nooit doe. Ja. Aangezien ik altijd zwart drink, hoort niet een lepeltje erbij. Maar het is alweer de eerste woensdag in het nieuwe jaar. En gewoon een normale werkdag weer voor iedereen. Enkel de scholen die zullen andere week wel beginnen, want de kinderen lopen al moe zijn. Dus ja, hoe en wat, ik weet het niet. Maar ik krijg straks weer even bezoek. Ja, en ze komen dit keer met z'n tweeën. Dat, we zullen afwachten wie de volgende persoon is, want die ken ik dus nog niet. Maar die loopt even mee. Werd toch mij medegedeeld. Hé, we gaan geen ruzie maken hier onder de tafel. Want dan ga ik meedoen. Moet je nog kijken wat je doet. Bel aan. Dat ik zou zeggen, iedereen een hele fijne dag. Ja. En doe dat met een hele mooie, lieve glimlach. Ja. Ja. Hé. Ja, hij is lief, hè? Hij is zo lief. Hé? Ja, hij is zo lief. Hé? Nou, niet onder me. Ja, nou, lieve mensen, ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, het spoelt hier. Ja, en dat gekke vogeltje, dat moet dus later ook een keer houden, maar ja. Het is hier noodweer. Ja, het is vreselijk. Mijn hemel, en stormen. En donker. Oh, en moet mijn hulp in de huishouding moet op de fiets komen. Kan je nagaan, met dit weer. Doe je toch een mens niet aan? Je doet het een hond dan niet aan, laat staan. Hè? Zo, maar nog maar toe. Het begint nou weer ietsje minder te regenen. Ja, we hebben ook wind, hoe noem je dat? Rukwinden met 120 kilometer per uur is gezegd. Ja, dat. Het is schrikbarend. Ja, het is geen weer om eruit te gaan. Ik blijf lekker op binnen. Ik moest daar nog even naar een winkel toe. Ja. Dat, ik zit niet zitten. Nee. Maar ja, het doet er niet toe. Ik hoop dat het er morgen nog is. Want ik heb iets leuks gezien. Ja. En dat vind ik wel leuk. Vooral als je gasten hebt. Ja, en dat heb ik zo nu nog wel eens. Ik zit niet altijd alleen. De ene keer wel, de andere keer niet.
Maar ja, doet er niet toe. Ik ben bezig met een opdracht voor een vriendin om een plaatje te maken hier. Dus daar ben ik even hard mee bezig. Dus ik zal weer even er verder mee. Ik wou jullie even dit slechte weer laten zien. Ik weet niet waar het allemaal zo slecht weer is. Ik heb wel ergens in het land ook de zon schijnen, hè? Ik weet het niet, zoals in het zuiden, Limburg of zo. Wie weet. Maar wij hebben het in ieder geval slecht hier aan de kust. Tot later. Vrouwtjes, kereltje. Kijk je uit. Gek beestje. Je doet me zeer. Ja, mooi beestje. Ja, lieve mensen. Het is donderdag. Ja. Ik heb er net eventjes wat boodschapjes nog gedaan. Voor morgen. Dan komt mijn vriendin wit eten. Die komt lekker gourmetten. Ja. Maar ik heb het moois gekocht. En ik word er niet voor betaald. Maar ik maak reclame, maar ik word niet betaald. Ik zeg toch niet waar vandaan. Nee. Dat heb ik gekocht. En ik ben er helemaal blij mee. Ja, een warmhoutplaat met 3 pannetjes waar je, nou ja, je wat gerechtjes in kan warm houden. Dat, ja, ik ben er helemaal blij mee. Jij nieuwsgierig, meisje? Hé, jij nieuwsgierig? Ja. Maar in ieder geval, dat ga ik even uitpakken. En dan gaat het wat geafgewassen worden, eerst afgewassen worden. Dus het gaat de vaatwasser in. En ik ga koffie maken. En eventjes bijkomen, want het is van het vieze, miserige rot weer, ja. Het waait gelukkig niet meer, dus dat is een voordeel. Ja, gisteren kon ik er niet uit vanwege de storm, want dat was gewoon niet te houden, hè. Nee. Maar dit toch. Ja, je wordt een beetje nat. Dat is al. Dus. Maar het komt allemaal goed. Ik ben verder niet nat geworden, want mijn jas is waterdicht. Dus. Dan zeker mijn handjes en mijn bril. Nou ja, wie doet je wat? Ik was hier vlakbij. Dus. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, maak wat voor jullie middag verder nog. Het is 3:30 geweest, dus het is al laat eigenlijk. Ik had vandaag ook nog niet eens iets gevlogd. Nee, niet aan toegekomen, niet aan gedacht. Druk in mijn hoofd weer eens een keer. En dan denk je er niet aan. Nee, want dit wil je, dat wil je, zus wil je. En dan denk je niet aan andere dingen. Maar het komt nou wel goed. Dat, ja. Dus zeggen, tot later. Hey, schatje. Hij is lief. Hey, ja. Ja, lieve vrienden, het is weer vrijdagmiddag. En jullie weten, zoals gewoonlijk, komt er een vriendin met eten. En we gaan dit keer gourmetten. Ja, want het zou al veel eerder gebeuren. Maar toen kon ze dat helaas niet doorgaan. En nou, zullen we vanavond gaan gourmetten. Dat uiteraard neem ik jullie beetje bij beetje mee. Ja, ja. En dan zien jullie het vanzelf. Ik ga nou eerst. Ik heb een rotnacht gehad, zoals gewoonlijk. Dat ik zat vanochtend vroeg al paprika's te snijden. En nou champignonnetjes staan. Die ga ik eventjes snijden. Een stukjes maken. Eerst natuurlijk wassen, logisch. En dan in een schaaltje. Dat ik voorbereidingen tref voor vanavond. En ik heb koffie staan, uiteraard. En we gaan aan de gang. Ja, ik zal mijn schort omdoen. En dan gaan we aan de gang. Wat is dat nou weer? Nou, weet ik niet. Weg. Dus, lieve vrienden, wat jullie ook doen gaan vandaag. Ik zou zeggen, een hele gezellige, fijne, liefdevolle dag gewenst allemaal. Ja, ja. Tot later. Ah, lieve vrienden, ik had jullie beloofd dat ik het jullie zou laten zien, hè. Ja, dat. Nou, ik hoop dat jullie het mooi vinden. En het ziet er, dacht ik,
er smakelijk uit. Ja, ieder ons eigen gourmet setje. En kijk eens wat dat iets moois is. Gaan jullie het zien? Dat moet een zwaantje voorstellen. Die erin zit. Maar ik beweeg natuurlijk. Logisch. Ik beweeg. Oeh. Ja, en kijk. Een heel mooi setje. Nou, dat zal ik jullie ook even lekker belaten. Zien, dat is doppertjes met mais en... paprika, wat je ook in blikken kopen. Wat is die groente? Nou, gebakken aardappeltjes. Hij wil even niet open, want die staat niet goed. Heb ik door. Wat ze daar ook alweer in... Oh ja, saus. Maar ja, ik moet even die beter neerzetten. Want die staat zo. Nou kan die open. Kijk, gebakken aardappeltjes. Dus ja, het ziet er, dacht ik... overheerlijk uit. Mijn geliefde vriendin, zeker pleegzusje, die heeft een kaartje in haar glas staan. En dan mag ze straks lekker lezen. Ja, ja. Dus ja. En dat ook allemaal ter ere nog van mijn mannetje. Ja, ja. En toen was alles op. Ja, zeker weten. Behalve, daar zit nog wat groenten in. Daar zitten nog wat krieltjes in. En daar nog een heel klein beetje saus. De rest is allemaal op. En mijn lieftallige vriendinnetje, Susie, is lekker bezig om voor mij even de vaat om te wassen. Zodat ik morgen de boel in de vaatwasser kan zetten. Ja, ja. Dat lief van haar. Dan staan denk ik er handjes erop. En er is er eentje die is zo aan het huilen. Die wil er zo graag uit. Kom maar. Rooie. Dakhaas. Ja. Mrauw. Doei. Zo. Nou. Mijn genade. En dan moeten we zometeen die tafel ook weer in elkaar zien te krijgen. En ik kreeg hem zo wat niet uit elkaar, hè. Nee. Nee. Maar mijn mannetje die zat erbij met mijn schoonmoeder. Ja, die hebben meegekeken hoe wij lekker zaten te eten. Dus het was overheerlijk, of niet dan, zusje? Ja, zeker. Mooi. Hoeveel ben je? Oh, schiet ook al op. Kijk eens aan. Nou. Je doet het goed, mijn zusje. Ja. Dus lieve vrienden. Tot later. Ja, en de tafel helemaal keurig netjes opgeruimd. Ik heb maar weer even een normaal kleed erop gedaan. Enkel dat glijdt alle kanten op, behalve de goede. Ja, want de tafel is zo glad als een aal. Het tafelblad. Dus het kleed dat glijdt ook alle kanten op. Dus ik ben blij dat het eindelijk ligt. Maar ik vind het netjes. En kijk, een hele mooie bos bloemen gehad vandaag. Ja, van een heel, heel lief vrouwtje op Facebook die mij ergens dankbaar voor was. CQ is, want ze is nog steeds dankbaar. Ja, voor hetgeen wat ik voor haar gedaan heb. En dat is gewoon heel simpel, wat iedereen kan doen. Een luisterend oor bieden. Ja, ja. En straks, als GTST is afgelopen, lieve vrienden, dan zal ik iets anders laten zien. Maar dat heb ik nou opgeruimd. En ik ga eerst genieten van een bakje koffie en GTST. Tot strakjes. Ja, lieve vrienden, ik zou jullie nog wat laten zien. Ik heb vandaag een pakketje binnengekregen. En dat is mijn nieuwe vlogcamera die waterdicht is. Ja, ik weet bij hoge belang nog niet hoe dat allemaal werkt. Allemaal attributen erbij. Dat is een huisje, maar hij ligt nou aan de lader.
Hij kent bij toeval aan de lader van mijn telefoon. Ja, dat, ik snap er helemaal nog niks van hoor. Nee, echt niet. Ja, ik snap er niks van. Er moet ook nog een kaartje bij. En ik weet niet wat voor een kaartje. Waar dus opgeslagen wordt. Oké, dat begrijpen we. Maar dat weet ik allemaal nog niet. Dat zit er ook, geloof ik, niet eens niet bij. Want ik heb geen kaartje gevonden nog. Maar dat weet mijn liefhebbende dochter, Karen van der Werf, wel weer. Ja, die zal me er wel weer even mee, een handje mee helpen, hè. Want anders kom ik er niet uit. Nee, en zij heeft er ook een. Dus komt vanzelf wel goed. En jullie zullen het vanzelf wel merken dat hij het doet. Want dan komt hij op mijn booster te zitten. En dat kan ik jullie meenemen. Ja. Ja, dat, ik weet bij hoge belaag nog niet wat is hoor. Ja, snoertjes en dingetjes. Ja, een snoertje, dat is ook een blader, maar apart dan de telefoonblader. En die is wat langer, dat is een eigen snoertje. Dus dat komt wel goed. Dus die kan gewoon in zijn originele verpakking blijven, zeggen we dan. Maar het is allemaal klemmetjes en dingetjes. Dat is me net, ja, wat past er op mijn booster? Dat moet ik allemaal nog uitvogelen en dat komt dan wel van wanneer het een beetje beter weer is. Want het is nou regen, het is koud, het is niet lekker weer. Nee. Dus ik laat hem lekker opladen. Het rode lichtje brandt nou. Dat komt vanzelf wel goed. Dus lieve vrienden, jullie zijn op de hoogte. Jullie weten ervan. Het is in aantocht, maar wanneer, dat is afwachten. Nou doet hij het, geloof ik. Ja, nou ben ik geloof ik aan het opnemen. Want ik zie daar wat. Daar woefie van me. Ja, en mijn koffiewater begint te pruttelen. Dus dan moet hij ook opnemen. Ik ben benieuwd. Of dat goed gaat met mijn nieuwe camera. Ja, ik ben benieuwd. Zo. En door zijn koffie. Nou, ik ben echt heel erg benieuwd of dit het nu doet met de nieuwe camera. Ja, ik ben erg benieuwd. En of het ook allemaal te zien is en of het duidelijk is. Ja. Ik moest toch even proberen, hè. Zo, ja, dan wordt dit de 10e filmpje en dan komt hij er nog bij. Ja, dan kunnen jullie het zien. Ja, wel zo leuk. Nou moet ik verder weer kijken. Oké, geloof ik.